Drentse VVD gaat schriftelijke vragen stellen aan wethouder Titus Burgers over de situatie rondom zorgorganisatie Plurijn. Deze zorgorganisatie kampt met ernstige financiële problemen. Volgens Roel Bouwmans van de Wijchense VVD zorgt Plurijn voor veel activiteiten. Zowel voor ouderen als voor jongeren. Bijvoorbeeld dagopvang, maar ook opvang in de jeugdzorg. Wat we weten en in de krant gelezen hebben, is dat er nogal wat financiële problemen zijn bij Plurijn. En dat dat onder meer te maken heeft met het feit dat ze vaak zorg zijn gaan verlenen voordat het geld daarvoor beschikbaar was en daar overeenstemming over was. De VVD hoopt te bereiken met deze vragen is dat we als raad meer inzicht hebben in de situatie van Plurijn, de financiële situatie en wat dat betekent voor de cliënten die in Wijchen wonen. We zullen de problematiek inderdaad wel met andere VVD's in de regio bespreken. Wij zitten nu voor een begrotingsdebat. Dat komt begin november eraan. En wij willen graag weten wat de situatie is rondom de zorg. De zorg is een heel grote uitgavenpost op de begroting van Wijchen. En daar moeten we dus goed in de gaten houden van of we ons geld op de goede manier uitgeven. En of de mensen in Wijchen daar inderdaad ook de goede zorg voor krijgen voor dat geld.